Dag Camille. Dag Peter. Fijn om u hier te hebben. Ja, fijn om hier te zijn. Je hebt de boek uitgebracht, ja. Samen met uw broer Isabel Boons en Chris Vleegens. Ja, dat klopt. Zeker, dat is Drinks and Bites geworden. Dat is een boek dat bestaat uit 10 verschillende vibes. En elke vibe heeft zo 2 cocktailtjes van Isabel, 2 cocktailtjes van ons, van Blend. Mm. En 2 gerechtjes van ons, van Blend. En een vibe kan zijn on the beach of hangover cures. Ja. Zo verschillende vibes eigenlijk. En nog relatief eenvoudig te maken thuis? Ja, zeker. Het is voor iedereen makkelijk te maken met de producten die hij of zij in zijn of haar buurt kan vinden. Mm. Dus in de supermarkt of net even online bestellen, maar niet dat je daarvoor echt naar de hele speciaalzaken moet gaan of dat het naar andere landen moet afreizen om erachter te gaan. Dus het is, ook qua technieken is het vrij gemakkelijk qua receptuur. Dus ja, inderdaad, ik heb dat al een keer kunnen inbladen. Het is niet zo de pure bartending style cocktailboek, toch meer uit de invloed van de keuken. Ja, wat invloed uit de keuken inderdaad. Zo zijn onze cocktails ook een beetje opgebouwd. Niet vertrekkelijk vanuit de spirit, maar vanuit het product eigenlijk. En daar de spirit aan toe te voegen. Ja, er staan verschillende gerechten in. Dus het is eigenlijk een niet alledaags boek. Perfect voor deze periode natuurlijk. Ja, inderdaad. En je gaat hier onmiddellijk aan de slag gaan. Je gaat hier een leuke Bellini maken. Ja, en eentje ervan is bijvoorbeeld de Blend Bellini. Mm-hmm. Met vervuilen. Een heel eenvoudige cocktail. Ontzettend eenvoudig. En zeer smaakvol en feestelijk. Zo, daar gaan we aan de slag. Bedankt. We gaan voor jullie de Blend Bellini maken. Dat is een cocktail gemaakt met persiepuree. Daar hebben we een beetje limoensap en een beetje suikersiroop aan toegevoegd. En dat hebben we ingevroren. En dan gaan we nu schrapen, dat het eigenlijk een granité wordt. Dus we hebben hiervoor gebruikt 80 ml persik, 15 ml limoensap en 15 ml suikersiroop. En daardoor hebben we vervennen gesneden. Vervennen heel, heel fijn gesneden. Nu gaan we het zo allemaal fijn maken. Dan schat het zo in het glas. Niet al te veel, maar zeker ook niet te weinig. Een beetje deze hoeveelheid. En dan zak ik eigenlijk simpel af. Met een topje van de vuil. En dan is het daarna eigenlijk alleen nog maar de champagne erop geschenken. Dat is het. Blend Bellini. In het boek staan nog allemaal andere recepten, samen met deze. En deze kunt u bestellen via de onderstaande link.